wedstrijddag begint 's ochtends vroeg met in ieder geval bijtijds opstaan, zodat ik voor de wedstrijd al goed wakker ben. Dan ga ik 's ochtends eerst ontbijten. En na het ontbijt dan gaan we voor eigenlijk een eerste ochtend baantje een stukje varen. Dan doen we één baantje van 4 kilometer, waarin we even warm worden, even weer dat gevoel van het roeien weer even oproepen. Dan komen we terug naar het hotel. Vanaf dan neem ik meestal nog een tweede ontbijt. Nog even wat eten en dan is het vanaf daarna eigenlijk rusten tot aan de wedstrijd. Een beetje naar de tv te kijken. En dan 2 uur voor de wedstrijd, dan gaan we naar de baan toe. En op de baan dan is het eigenlijk, begin ik weer met rekken en strekken oefeningen. En een stukje warm fietsen, om al gewoon op het land al goed warm te zijn. Dat ik al iets gedaan heb, dat ik al echt al mijn hartslag omhoog gebracht heb. Zo, om klaar te maken voor die wedstrijd. Mijn gevoel tijdens zo'n wedstrijddag is eigenlijk gelijk bij het wakker worden voel ik me al wel een beetje nerveus. En dat neemt gedurende de dag eigenlijk steeds meer toe. Voor de start, dat is eigenlijk het nerveuze moment eigenlijk, dat je moet wachten. En dat je wel gewoon helemaal klaar bent met al je warming up. Maar dan is het nog even wachten tot je aan de start ligt en echt los mag. En dan tijdens de wedstrijd zit ik mezelf soms gewoon wel een beetje te motiveren van je bent super sterk, je bent super fit. Blijven gaan, blijven gaan.